Ik ben Steve De Laat, ik ben oprichter en CEO van Inopsis. En Inopsis is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en het opereren van on-site oplossingen voor afvalstromen en nevenstromen die gegenereerd worden in de chemische en de farmaceutische industrie. Het zijn eigenlijk twee vonken die bij mij zijn overgeslagen. Een eerste vonk om iets entrepreneurieel te doen en een tweede vonk was inderdaad om iets met het duurzame of het circulaire te gaan doen. En ik heb dan gekozen om eigenlijk de twee te gaan combineren. En de vonk is denk ik echt overgeslagen toen ik bij Fish Catalysti werkzaam was als programmamanager en al die duurzame ideeën zag en dan eigenlijk mij vroeg, wat gaan we nu met die duurzame ideeën doen? En toen heb ik gedacht van oké, ik ga het zelf in handen nemen en ik ga zelf als ondernemer proberen rond het circulaire waarde te gaan creëren. Wel, we creëren sowieso financiële waarde door de afvalverwerkingskost van chemische en farmaceutische bedrijven te gaan reduceren. Anderzijds recupereren we in een circulaire manier grondstoffen en krijgt het bedrijf opnieuw een waarde voor de grondstoffen die gerecupereerd worden. En ten derde gaan we sowieso door het hele concept de CO2 footprint reduceren. En CO2 footprint reductie is natuurlijk momenteel ook een enorme waardecreatie die zeer belangrijk is voor bedrijven. Wel een aantal jaar geleden was het twijfelachtig of sexy en ecologisch inderdaad samenging. Ik denk dat het momentum is daar, het besef is daar en ik denk dat mensen echt wel hunkeren naar duurzame oplossingen. En je merkt ook bij de bedrijven dat die duurzaamheid echt wel een deel van hun DNA en hun doelstellingen wordt. Dus ik denk dat nu inderdaad sexy en ecologisch best wel kan samengaan. Ons doel als Inopsis zijn en als bedrijf is om echt in Europa helemaal actief te zijn met de oplossingen die we nu al hebben uitgerold in de Benelux. En om echt een belangrijke speler te worden binnen het circulair gebeuren rond nevenstromen die uit de chemie en de farma eigenlijk uitkomen.